Stel je voor, je bent Nintendo in 1981. Je hebt net je grote nieuwe arcade game uitgebracht over een aap met een verwarrende naam. En het is een super groot succes. Je vraagt jezelf af, wat kunnen we doen om meer games te maken? Misschien Donkey Kong's zoon een game geven? Nee, die stikt naar bananen. Oh wacht, hadden we niet een of andere man die kon springen? Wat was zijn naam ook alweer? Gerard. Dus je neemt Gerard en zijn broer, je stopt ze in het riool, maar dat stinkte erg. Dus je geeft ze wat paddo's en maakt ze super. Oh, dat was een succes. Zullen we deel 2 maken? Na plagiaat te plegen en Gerard een derde avontuur te geven, kom je met een nog beter idee. Gerard moet de wereld overnemen. Dus nadat je een super Gerard wereld hebt gecreëerd, denk je bij jezelf, wauw, er is echt niks beters wat we kunnen doen met deze man. Zeker niet hem in een ander perspectief zetten. En dan vervolgens stop je in 1996 op een console met 64 in de naam, waardoor je de game Gerard 64 noemt. Daardoor 8 jaar later een of andere kneuter uit Nederland denkt dat er minstens 63 andere games zijn die hij nog moet spelen voordat hij Gerard 64 op de dubbele Gerard kan spelen. Super Mario 64 is bijna 28 jaar oud en deze game was een revolutionaire titel van Nintendo die de wereld op zijn kop zette in 1996. Deze game liet eigenhandig zien waarom 3D games de toekomst waren en die stomme 2D sprite games gewoon de prullenbak in moesten. De Nintendo Ultra 64 kwam in 1996 uit met 3 games en mensen in 2017 dachten dat ze het moeilijk hadden. Je had Pilotwings 64, Saigo Haboshogi, een game die dit als intro heeft. En natuurlijk Super Mario 64, de grote 3D-transitie van Super Mario. Maar 28 jaar later is deze game nog steeds een parel om te spelen. Dit is een game die ik jaarlijks van begin tot einde helemaal uitspeel. Soms zelfs 100%. En ondanks het feit dat ik de game recent nog helemaal heb uitgespeeld tijdens een race op livestream, heb ik tijdens het opnemen van gameplay voor deze video gewoon uit plezier de game weer helemaal uitgespeeld. Wat begon als gewoon een simpele opnamesessie van een paar werelden om de algemene game een beetje te laten zien, eindigde met ik die Bowser in bommen gooide. En vandaag ga ik proberen te laten zien hoe dat komt. We starten de game in ieder geval op en... Oh kijk! Het is Gerard! Ja, dit startscherm is helemaal prima en zeker weten geen Nightmare Fuel. Nou, ik denk dat het best wel duidelijk is dat deze gameplay niet van een N64 is opgenomen. Laat me dat even fixen en... Perfect. Nou, op deze manier zal Nintendo me nooit pakken. Ik bedoel, ze zijn net zoals andere mensen. Ze willen me niet aanraken. Dus we starten dit iconische intro van deze game op. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Oh kijk, een leugenaar! En ik zal dit intro met Lucky 2 die rondvliegt bij het kasteel nooit vergeten. En dan vervolgens komt de groene pijp naar boven waar Mario uitspringt. Waar zijn de andere twee? Oké, dus een ding wat je over mij moet weten is dat ik vroeger altijd de Nintendo DS versie van Super Mario 64 heb gespeeld. Nee, ik heb hier geen layout voor. Super Mario 64 DS was een grote remake van Mario 64 die je overal mee naartoe kon nemen. En Mario 64 was nog maar 8 jaar oud op dit punt, dus je moet je voorstellen hoe insane het was voor fans van Mario 64 om deze gigantische 3D game op zo'n kleine handheld speelbaar te hebben. Als kind had ik natuurlijk geen idee dat de game een remake was en ik dacht dat dit gewoon een Mario game was op Nintendo DS. Maar in de laatste jaren ben ik de originele game heel erg gaan waarderen en ik denk dat ik die tegenwoordig meer speel dan de remake. Nou, over de remake heb ik genoeg te zeggen, maar laten we het voor nu nog even bij de originele Nintendo 64 game Mario 64 houden. Maar wat maakt deze game zo leuk? Nou, zodra je alle textboxen hebt geskipt en je weg naar Bobon Battlefield maakt, krijg je hier al meteen een goed idee over. Je moet je voorstellen dat deze game een van de eerste 3D-platformer games was. De enige andere games in deze periode die dit concept deden waren Croc, wat bijzonder genoeg een pitch was voor een 3D Yoshi game voordat het compleet zijn eigen ding werd, en Bubsy 3D. Wow,
En ik denk niet dat ik hoef uit te leggen waarom dat niet veel competitie was. En je moet je voorstellen dat in 1996 de meeste mensen nog nooit een 3D game als Mario 64 had gespeeld. We will not live in a two-dimensional world. We won't go in one direction or zig where we can zag. We will walk through walls. We will take a look around us. We will not be confined. Oh mijn god, hij loopt daar links! Het eerste level, Bob on Battlefield, laat ook meteen heel goed zien wat deze game precies is. Ja, Nintendo had heel simpel een 3D Mario game kunnen maken met lineaire stages, maar ze besloten een paar grote levels te maken met platforming uitdagingen en verschillende missies. En het geniale aan deze open sandbox levels is dat, ook al kan je ze met een heleboel vrijheid spelen, meestal is de eerste missie in essentie een lineair pad naar het einde van de stage. Nou, deze game komt uit 1996 en het was een van de eerste 3D platformer games, dus je kan wel verwachten dat er soms wat dingen zijn die fout gaan. Maar over het algemeen denk ik dat als het komt tot vroege 3D games, Mario 64 een van de beste games is die nog steeds over het algemeen goed speelt. En zwemmen in deze game is lang niet zo frustrerend als andere 3D platformers, zelfs sommige die vandaag de dag nog uitkomen. Ja, sure, ik heb wel eens dat ik rondren en Mario besluit opeens... Toren van pizza beklommen? Even nog één nieuw plekje, dan ga ik nog het rode muur. Het was de meeste wind. Maar de jankiness van deze game is gek genoeg ook deel van waarom deze game nog steeds heel populair is. Je hebt mensen die lekker rustig hun tijd nemen met een game en alles willen ontdekken. En dan heb je mensen die zeggen muren, die bestaan helemaal niet. Oh. Er zijn legendarische speedrun video's van deze game op het internet. Van mensen die met de befaamde backward long jump het laatste deel van de game cheesen. Die ene glitch die ik probeerde te doen, maar ik kon het niet doen, want ik zuig. Tot de mensen die letterlijk door de krachten van het universum zelf een record hebben behaald. Zelfs ik tijdens het spelen van deze game haal af en toe wat speedrun trucjes uit, omdat dat gewoon zo leuk is om te doen. En ik was heel erg in de war toen het me niet lukte bij de remakes. Nou, de remake zat natuurlijk op de Nintendo DS. En het is misschien een beetje raar om te horen, maar de Nintendo DS is geen N64. Kijk, ik weet niet wat ik vroeger dacht, maar deze game doet pijn om te spelen. Deze game spelen met een D-pad is dan ook verschrikkelijk. En er is nu zelfs ook een renknop, aangezien er geen joystick is, waardoor deze game veel meer verkrampt voelt om te spelen. Nou ja, ik bedoel, je kan deze game spelen met een stylus, net zoals dat je je handen kan afhakken, waardoor je deze game nooit meer hoeft te spelen. Maar of deze game nou goed of slecht controlt, de algemene gameplay van Mario 64 zou niet zijn als er geen leuke werelden waren om te spelen. Er zijn zoveel geheimen die je kan vinden, waaronder extra sterren en meer levels, en het voelt heel goed om meerdere levels te unlocken door middel van de sterren die je vindt. De progressie zorgt ervoor dat je altijd op zoek gaat naar meer sterren om te verzamelen. En soms praat je met een willekeurige toad en krijg je opeens een extra ster. Dit zijn in ieder geval een paar van de makkelijkste sterren die je kan krijgen. Ik ben gescamd. Je hebt geheime slides die je kan doen, rondzwemmen in een toren die onder water staat en natuurlijk het meest verschrikkelijke ding ooit in een game. Een konijn vangen. Kom hier! Kom hier! Daar! Nou ja, in de tutorial hebben ze het tenminste makkelijker gemaakt door middel van Yoshi, maar het liefste wil ik nooit meer deze konijnen zien. Er zijn er nu twee! Wil je weten waarom mensen nog steeds willen dat games zoals Mario Galaxy 2 en Mario Odyssey een upworld hebben? Dit is de reden waarom. Nou, ik denk dat de presentatie van deze game een van de meest indrukwekkende dingen is die we ooit in gaming hebben gezien. Je kan zeggen wat je wil over hoe de 3D graphics van de N64 en PS1 veel gedateerder zijn dan de prachtige pixel art van de SNES en de Mega Drive games. Maar Mario 64 ziet er nog steeds pittig goed uit. En sure, er zijn een heleboel textures waarvan het lijkt alsof ze recht van Google afbeeldingen zijn gedownload en in de game zijn gestopt. Maar de game is zo kleurrijk en vol charme en ik hou van deze oude gedateerde character designs. Ik bedoel, kijk hoe stom Bowser eruit ziet. Het
hoest. Als het komt tot de remake, haalt het voor mijn gevoel zelfs wat van de kleur weg. En er zijn een aantal plekken in deze game waar ze voor mijn gevoel gewoon wat meer doffer zijn dan de originele game. Maar Mario 64 liet wel zien hoe je een beetje een goede framerate kan houden in een gigantische 3D game als dit met heel weinig mist. Ik bedoel, er zijn wel één of twee levels waar er inderdaad mist te vinden is, bijvoorbeeld TikTok Clock. Wat een heleboel games in deze tijd deden, was gewoon een hele grote laag mist voor je ogen zetten, zodat je niet kon zien dat de game om je heen aan het inladen was. Er waren wel games die de mist heel goed konden gebruiken voor een bepaalde atmosfeer. Ik bedoel, kijk naar Silent Hill op de PS1. En Mario 64 kan deze grote open sandbox werelden hebben, zonder ook maar een klein beetje mist. En om de game goed te laten rennen, doet het zelfs dit geinige effect waar Mario's model minder polygons krijgt hoe verder weg het van het scherm komt. En dat kan je niet zien op een oude tv. Er zijn zoveel 2D afbeeldingen die lijken alsof ze volledig 3D zijn. En een heleboel mensen hadden gewoon niet door dat dit geen 3D objecten waren. En de muziek van deze game is ook een van de meest iconische Nintendo soundtracks ooit. De meeste muziek van deze game wordt hergebruikt. Doordat de Nintendo 64... was er weinig ruimte op de cartridges, waardoor Nintendo werd gelimiteerd met hoeveel audio ze konden hebben in hun games. Ditzelfde probleem is overigens een reden waarom Square besloot om Final Fantasy VII op PlayStation uit te brengen. Maar ik weet zeker dat dat geen problemen gaat veroorzaken voor Nintendo in de toekomst. Heel veel van de themes in deze game worden hergebruikt. Sommige van de meest iconische tracks van deze game zijn gewoon versnelde versies van andere themes uit deze game. En de legendarische Bob-omb Battlefield theme hoor je bijna overal. Nou, als het komt tot de muziek van de DS-game, de DS-remake heeft praktisch gezien dezelfde muziek als de originele N64-versie met hier en daar wat extra themes die zijn toegevoegd aan de remake. Maar het grootste verschil is dat de compressie van de DS de liedjes ietsjes anders laat klinken. Wat de remake voor de rest nog verandert, is natuurlijk de models. Deze game update alle models, waardoor de Goomba's er niet meer uitzien alsof het aardappels zijn. En deze nieuwe geüpdate models zijn wel echt nice. Ik bedoel, kijk naar het drastische verschil tussen de twee Bowser models. Het moest nog een keer. En over die gekke haren dis gesproken, zijn levels zijn een goed voorbeeld over hoe Nintendo deze game toch een beetje heeft laten voelen alsof het een ouderwetse lineaire 2D Mario game was. En wanneer je eindelijk genoeg sterren hebt behaald en besluit te stoppen met je speedrun carrière, ga je richting de laatste boss fight. Iedere bossfight met Bowser is wel bijna identiek, met hier en daar wat aanpassingen. Zoals het tweede level waar Bowser erachter komt dat hij misschien wat minder Big Macs moet gaan eten. Je grijpt hem bij zijn achterste en zorgt dat zijn kinderen geen vader meer hebben. Wauw, de Power Star was eigenlijk gewoon de vloer. Maar het maakt niet uit hoe deze games spelen of hoe ze eruit zien of wat voor content ze hebben. Oké, ik wil wel de DS-content in Mario 64. Aan het einde van deze dag is Super Mario 64 een van de leukste games die je maar kan spelen. Ik weet niet waarom, maar iedere keer als ik deze game zie, krijg ik zin om de hele game weer helemaal door te spelen. Of het nu de originele of de DS-versie is, ik speel deze game iedere keer met een heleboel plezier. Mario. Waar is mijn cake? Natuurlijk, als we objectief kijken naar Mario 64, dan is het een hele rare transitie van 2D naar 3D. En een bepaalde blauwe man weet daar van alles van of niet dan? Oh! Deze game heeft praktisch gezien een nieuw genre uitgevonden. En eigenlijk zijn games zoals Super Mario 3D Land en World een veel betere representatie van wat een klassieke Mario game in 3D kan zijn. En sure, er zijn Mario games die ik leuker vind of die beter zijn. Maar de impact die deze game heeft gehad en het feit dat ik hem toch iedere keer weer opnieuw blijf doorspelen laat zien hoe speciaal deze game is. En zelfs nu, terwijl ik deze credits aan het kijken ben, sta ik eigenlijk weer te popelen om deze game weer verder te spelen van begin tot eind. En weet je wat? Ik denk dat ik dat ook maar eens ga doen.
gistercake?